Sander Fischer, je verliest met 3-0 eigenlijk vrij kansloos van Telstar. Wat voor gevoel ga je dan hier uiteindelijk weg? Heel zuur gevoel. Zwaar de pijn uiteraard. Wat is het dat het vandaag niet lukt bij jullie? Uiteindelijk mogen we dat denk ik onszelf verwijten. Ik denk dat we nog wel goed beginnen. Maar uiteindelijk, als je heel de wedstrijd ziet, gewoon te weinig aan de bal hebben gebracht. We hadden moeite de voetballende oplossing te vinden. Ondanks dat hebben we denk ik toch nog wel een heel aantal kansen gehad. Ook voor rust, ook de tweede helft nog een aantal grote. Je moet zelf sowieso daarin goals maken en meer beslissen. Daarbij hebben we gewoon het verdedigend slecht gedaan en hebben we veel te makkelijk die goals weggegeven. Je geeft te makkelijk de goals weg, je creëert wel kansen, maar maakt ze uiteindelijk niet af. Wat moet je dan doen om uiteindelijk dat wel beter onder controle te krijgen? Ja, dat is altijd moeilijk dan om daar nu gelijk, een half uurtje na de wedstrijd, de zere vinger op te leggen. Maar het lijkt me duidelijk dat we daarin niet goed genoeg hebben gespeeld. Niet medogeloos genoeg, verdedigend en eigenlijk ook voor de goal in het benutten van kansen. En daar moet op leven en dood en dat hebben we vandaag niet gedaan. En dat is iets niet wat je dan niet wil doen, maar dat was vandaag niet goed genoeg. En ik denk dat we daarvoor over bij onszelf te raden moeten gaan. Schrik je daarvan dat het ineens zo, als een kaartenhuis in elkaar zakt? Ja, als je met 3-0 afgaat, dan is dat klinkende cijfers of duidelijke cijfers. Goed, als je natuurlijk zelf, dat is klinkende cijfers en dat doet pijn, laat ik het zo zeggen. En dat is allemaal niet goed te praten en als je zo verliest, dan is dat duidelijk. Maar we hadden hier niet met 3-0 eraf hoeven gaan en dat hebben we zelf laten gebeuren en dat had niet hoeven. Als je dan uiteindelijk, je zegt dat we zijn een half uur na de wedstrijd, als je dan nu net in de kleedkamer bent, hè, wat zeg je dan tegen elkaar? Nou, dan is iedereen natuurlijk wel, laten we zeggen, chagrijnig met de pest in zijn lichaam dat dit niet goed genoeg is. En we zijn het er allemaal wel over eens dat we meer moeten brengen met z'n allen. En we moeten daar duidelijk onszelf, te raden gaan. Maar we moeten ook nou niet gelijk alles ineens overboord gaan en geven na één wedstrijd, omdat we zelf de balletjes er net niet ingaan en uiteindelijk aan de andere kant makkelijk ingaan. Maar goed, dit is wel is duidelijk niet goed en daar mogen we best wat over gezegd worden in de kleedkamer. Gekje is ook dat jij als centrale verdediger nog het dichtst bij het doelpunt was. Ja, ook. Ik denk dat we op zich nog eerste helft ook met Vloed, met Fortes, met Joël. Tweede helft ook nog een keer Fortes, Joël, ik een kopbal. Tip in van Vloed nog eerste helft. Keeper die pakt nog een paar aardige ballen, dus we hebben echt denk ik nog wel aardig wat kansen ook gehad. Uiteindelijk gaan we er gewoon 3-0 af en worden weer met staart tussen de broek weg en dat is pijnlijk. Je verliest inderdaad, je zegt het kansloos met de 3-0, aan de andere kant, hè, het zat ook niet mee, hè? Nou ja, kijk, de uitslag doet ik heel kansloos vermoeden en ik denk als je de wedstrijd zelf hebt gezien, dan was het niet goed van onze kant, niet goed genoeg, maar nog had je deze wedstrijd niet met 3-0 hoeven verliezen. En, ik moet nog heel goed na, maar in mijn gevoel hebben we misschien nog wel meer echte kansen gehad dan hun. Echt voor de goal. Wel vooral met kopballen, maar goed. Het had niet gehoeven, ondanks dat we niet goed genoeg hebben gespeeld. Zonde, hè? Om die reeks van 6 punten uit 2 wedstrijden niet door te kunnen zetten. Dat is wel kloten. Ja, dat is kloten. Dus dat hadden we graag gewild en dat is niet gebeurd.